Spiegels worden vaak gezien als een manier voor geesten om onze wereld binnen te komen. De TikTok die je hier ziet komt van The Bonehead en hij filmt zijn zoontje, waarmee hij het vuilnis probeert buiten te brengen. In de hal van zijn appartementencomplex hangt een enorme spiegel en hij zegt dat zijn zoontje altijd raar reageert wanneer hij langs de spiegel loopt. Zo blijft hij er abnormaal lang in kijken en zwaait hij er vaak naar, alsof hij iets in de spiegel ziet. Hij legde vervolgens het volgende vast. Taking the trash out with my son and he kept pointing at the mirror and waving and I didn't know why. So I pulled the camera out and I can't believe I caught this. In de spiegel zien we een schim van een ander kind verschijnen op de plek waar het jongetje gestaan had. Wat denk jij dat dit kan zijn?